Wat eten we nu eigenlijk precies? Waar komt het vandaan? Hoe groeit het? Hoe wordt het geoogst? Landbouw is belangrijk in onze provincie. Deze weken gaat Natuurlijk Flevoland over wat er allemaal verbouwd wordt. We volgen de gewassen door het seizoen heen. Links en rechts groen, maar dat is geen gewas. Nee, dat zijn groenbemesters. Groenbemesters die worden gezaaid naar het oosten van het gewas. En die gaan zorgen voor een goede bodemvruchtbaarheid. Oké, dat komt er dus pas op nadat het gewas er al opgestaan heeft? Ja, dat wordt gezaaid nadat het gewas geoogst is. Maar dat betekent dat het gewas eraf is? Het gewas is eraf, want we gaan het vandaag hebben over bloemkool. Welkom bij Natuurlijk Flevoland, bloemkool. Dit zijn jouw bloemkolen? Dit zijn mijn bloemkolen, ja. Die hebben we zelf geteeld. En deze zijn dus al van het land. Wanneer zijn ze van het land gekomen? Deze hebben we zaterdag geoost. En die gaan vandaag nog op de vrachtauto weg. Waarom teel je bloemkool? Waarom telen we bloemkool? Dat is een goede vraag. Het is goed voor de portemonnee. Bloemkool is heel erg arbeidsintensief, dus je hebt veel arbeid stop je erin. Je bent veel met vreemde krachten bezig, dus er loopt hier altijd wel een man of 10, 12 rond om bloemkool te snijden het hele seizoen. En het seizoen is van mei tot en met december. Dat geeft een hoop werk. Hoe komt het dat er zoveel werk aan zit? Bloemkool wordt allemaal met de hand geoogst nog, dus iedere snijder krijgt gewoon een mes. En die snijdt hem met de hand af, legt hem op een oogstband en die worden naar een wagen getransporteerd en daar worden ze handmatig weer ingepakt. Als je zo op het veld kijkt, staan ontzettend veel bloemkolen. Er staan er zo'n 18.000 per voetbalveld, zeg maar. Dat zegt de mensen vaak wat meer. Of 24.000 per hectare, kun je zeggen. En wat we zien is dat er hard gewerkt wordt om de bloemkolen binnen te halen. Wat men nu doet is even voelen aan de bloemkool of die groot genoeg is. En als die groot genoeg is, wordt die afgesneden. En de bovenste bladeren worden ontdaan. En dan gaat die via de transportband gaat die de wagen in en dan wordt die in kisten gestopt. Het geeft echt veel werk. Het is niet machinaal. En er is niet iemand die nadenkt over het maken van een machine, zodat het makkelijker gaat? Er is wel eens over nagedacht, maar bloemkool heeft als eigenschap dat hij niet in één keer klaar is. Als je 10 bloemkolen plant, dan zijn er 4 in één keer klaar. En dan moet je een paar dagen wachten en dan zijn er weer 4 klaar. En dan wacht je weer een paar dagen en dan kun je die laatste 2 snijden. Dus het is een ongelijk gewas. Want de bloemkool moet een bepaalde maat hebben voordat hij in de kist kan. Want het komt ook nog eens een keer op de dag nauwkeurig aan. Op het moment dat die aan de maat is, moet je er ook gewoon af. Kun je niet zeggen van, we wachten nog een dag of 2 dagen, want dan pas je niet meer in de kist. Echt waar? Gaat het zo snel ook? Het gaat zo snel. Een bloemkool komt haast op de dag nauwkeurig dat die gesneden wordt. Maar het kan dus wel zijn dat je 2 of 3 keer over hetzelfde stukje moet, omdat die maten elke keer verschillen. Ja, dat klopt. Gemiddeld gaan we er wel 3 keer overheen om, voordat we het veld leeg hebben. En het gebeurt ook wel eens dat hij in 1 keer egaal eraf gaat, dan heb je geluk. Maar het gebeurt ook wel eens 5 keer. Dat we er doorheen moeten voordat hij de laatste hebt. Dan kennen we bloemkool als wit. Ja. Maar het gebeurt wel eens, dan ziet hij er niet meer lekker wit uit. Hoe komt dat? Dat kan ik wel even laten zien. Als ik hier bijvoorbeeld, dit zijn dan kleintjes. Nou, kijk, dat kunnen we mooi zien. Klein bloemkooltje. Nou, hier zie je nog helemaal geen kool. Dat komt omdat het blad is heel mooi over de kool heen gevouwen. Maar als zo'n bloemkool nou groter wordt, en dat kunnen we eigenlijk hier wel zien. Ik heb hier hele grote bloemkolen liggen. Dan zien we, dit is eigenlijk dezelfde bloemkool geweest, maar deze staan helemaal open. Dus doordat die bloemkool groeit, gaan die bladeren meer naar buiten. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje dit effect, dat die bladeren naar buiten gestaan. Kijk, ja. En dan zien we bij deze, dan komt hij tevoorschijn. Ja.
Nou, als de zon hier opschijnt op het witte, dan wordt hij zo geel als wat. Okay. Nou, gele bloemkolen zijn eigenlijk qua smaak, doen niet onder van witte bloemkolen, maar de consument heeft besloten dat een bloemkool mooi wit moet zijn. Ja, dus. Dus wij moeten wat doen dat ze niet geel worden en dat doen wij met de naaimachine. Een bloemkoolnaaimachine, dat is een machine die gaat door het bloemkoolgewas heen en die brengt de bladeren naar boven. En die gaat er gewoon een naald met een draad gaat heen en weer, die houdt de bladeren zo bij elkaar. En dan komt er gewoon geen licht bij de bloemkool en daardoor blijft hij prachtig wit. Maar vroeger deden ze dat niet, toch? Vroeger deden ze het niet, toen deed je dat met de hand. Dan knakte je bladeren af aan de onderkant en die legde je precies in het hart van de plant. En dan, als je dan zeg maar op onze kavel begon, dan was het 2 uur, had je werk om 2 rijtjes te doen voordat je achteraan was. Maar ik heb nog nooit een dichtgenaaide bloemkool gekocht in de winkel. Nee. Op het moment dat we hem gaan oosten, dan snijden we onder de draad de plant los. En dan vallen de bladeren eigenlijk ook weer open. En dan komt hij eigenlijk al zo tevoorschijn en dan snijden we hem af en dan leggen we hem in het kistje. Maar dan is hij wel mooi wit. Want op het moment dat hij gesneden wordt en hij zit in een donkere koelcel, dan verkleurt hij ook niet meer. Je hebt er ook heel veel lol in, begrijp ik. Ja, ik heb er heel veel plezier in. Ja, ondanks dat het veel werk is, is het wel echt mijn ding. En waarom dan? Want ja... Ja, ik vind het heel leuk om met mensen aan het werk te zijn. We werken hier met asielzoekers. Die wonen hier vlakbij in het centrum. En ik vind het gewoon plezierig om met mensen te werken en... gewoon contact te hebben en vind ik leuk. Dat doorbreekt ook weer een beetje het beeld van de boer, hè? Die denken, die zit lekker op het land en verder van niemand last. Maar jij zegt van in de groep werken vind ik eigenlijk wel heel prettig. Ja, ik zou niet meer moeten denken om de hele dag in mijn eentje hier op het bedrijf te zijn. Daar vind ik geen plezier in. Ik heb graag wat aanspraken en er is meer in het leven dan alleen werk ook. En je moet op zijn tijd ook eens met mensen kunnen communiceren en een achtergrond te horen en met mensen op gesprek zijn. En het is ook die mensen zitten anders ook de hele dag op dat centrum en daar word je ook niet echt gelukkig van. Dus die mensen zijn ook verschrikkelijk blij dat ze hier kunnen komen werken, dat ze gewoon tijdsbesteding hebben. Maar hoe eet jij het liefst bloemkool? Gewoon traditioneel, gewoon koken en met een lekker papje of een sausje erbij, dat gaat prima. Kaassausje erbij, maar uit de oven is hij ook heerlijk. Je kan er ook heerlijke ovenschotels van maken met een beetje aardappels erdoor en dan dat is ook een lievelingskostje van mij. Wat ook bij de kinderen zeer geliefd is.